Nou, ben ik weer betrapt, hè? Dat vind ik wel leuk. Tada! Oké, op vele verzoek. Jullie waren zo benieuwd hoe Nel er dan gewoon uitziet zonder de werkkleren. Nou, wat denk je wat mijn lievelingskleur is? Ja, roze. Ik hou ervan. Het is misschien wel een beetje romantisch of zo, maar daar word je toch allemaal vrolijk van? Ja, ik was aan het oefenen voor de TikTok challenge. Ik ga dat gewoon doen hoor. Dus als ik het doe, als Nelle het doet, dan moeten jullie dat ook gewoon doen, hè? Nou, ik hoop dat jullie het wel een beetje leuk vinden. Ik heb ook vandaag gedacht, het is de allerlaatste dag hè, van de week van het Noordic. Ja, het Noordic natuurlijk niet, maar wel van deze online open huisweek. Ik denk, nou, dan moet ik wel een beetje leuk gewoon afsluiten. Het is niet altijd werk, het is ook gewoon plezier. He, voetjes van de vloer en zo. Nou, zijn er nog belangrijke dingen om te zeggen? Ja, allereerst zijn jullie goed bezig geweest met de pubquiz. Hoop dat een van mijn trouwvolgers gewonnen heeft. Dat lijkt me echt zo gaaf. Een van de Nel-fans, pubquiz. Hey, hartstikke gaaf. Nou, ik zit even te kijken. Maar als je nog vragen hebt, gooi het op social media. Stuur een mailtje. Je kan bellen. Je kan kijken op de site. Heb je nou de tour gemist, hè, de virtuele rondleiding? Ik kan bijna niet voorstellen, maar ik heb het al 3 keer genoemd. Heb ik toch toevallig gemist? Hij staat gewoon nog op de site. Echt. Je kan gewoon alles daar terugvinden. En kijk nog even, want je kan nog van alles doen. Je kan contact zoeken met de leraar. Je kan via social media wat delen. En vergeet die TikTok niet, hè. Komt al heel veel binnen. Kun je dus zelf ook zoeken op die hashtag NoordicCR. Maar wat gaaf is, Lola die is hartstikke blij met jullie. Maar de winnaar wordt pas volgende week bekendgemaakt. Want dat kan niet zo snel, hè. Hij alles moet bekijken, dat snap je wel. En Lola zei, Nel, als je wil, mag je wel een beetje helpen jureren. Want jij bent ook best wel creatief. Nou, ik maak een buiging voor jullie. Het was me waar genoegen, eerlijk waar, om dit te mogen doen. Alle mensen van het Noordic, bedankt. Ik voel me gaaf en blij en dat ik dit kan doen naast mijn mooie werk. Ik heb ook aangemeld bij de toneelschool. Ik wil allemaal nieuwe dingen gaan ontdekken. En jullie gaan ook allemaal nieuwe dingen ontdekken hier op Noordic. En dat weet ik zeker. En als je me dan in de gangen ziet en zegt, ja Nel, ik ken jou nog wel. Nel, ik ken jou nog wel. Nou, dat was het hè. Hou je haaks, jongelui. Ajus. Doei. Het Noordic. Samen morgen ontdekken.